De transactiekosten gekoppeld aan het pinnen bij pinautomaten zullen volgens de directeur van Banking Network Suriname NV, Kenneth Hendrison, mogelijk omhoog gaan. De belangrijkste reden daartoe is de stijging van de wisselkoers van de US-dollar de afgelopen jaren. De kosten wel omhoog zullen gaan. De kosten zijn op dit moment 2,50 voor een transactie. Maar je moet het zo zien dat een interbankair netwerk, om het even zo te noemen, draait op een software systeem wat je afneemt in het buitenland. Het zijn enorme investeringen en enorme operationele kosten om dat te doen. Toen het tarief van 2,50 werd vastgesteld, toen was de koers voor de dollar 4,20. De koers van de dollar is op dit moment 21,50. Dus we zijn ook genoodzaakt om de tarieven te verhogen. En het is de bedoeling dat enkele banken hebben al tarieven doorgevoerd. Maar de tarieven, wat de banken willen doen, is desbank. Dat ligt aan de banken. Maar wat ik enige waarop ik het kan hebben, is dat cashpoint transacties zijn, dus gastransacties. Op dit moment is dat 2,50. Dat zal wel verhogen. De cashpoints worden beheerd door BNets en bieden de burgers gemakkelijker toegang tot financiële diensten. Dankzij de overeenkomsten die gesloten zijn met alle banken in Suriname, behalve de Republic Bank, bestaat nu de mogelijkheid om de onderhoudskosten van de ATM's te verdelen tussen de samenwerkende banken. Hendrison zegt dat er samengewerkt wordt bij het aanvullen van de pinautomaten. Doordat wij het gezamenlijk doen, hebben we ook andere afspraken met de leveranciers die geld moeten plaatsen in de ATM's. En we kunnen dus dat op een veel efficiëntere manier monitoren en ervoor zorgen dat er regelmatig replenished wordt, dus dat er regelmatig de ATM's aangezuiverd worden. En wij hebben afspraken met de banken dat ze dus geld beschikbaar moeten hebben om de ATM's te vullen. Momenteel worden binnen Paramaribo 2 cashpoints gebruikt. Vanaf 2022 worden alle ATM's van de samenwerkende banken vervangen door cashpoints.